De Natura 2000 gebieden zijn, laten we zo zeggen, heilig verklaard. Daar moet heel veel van wijken en de landbouw wordt er eigenlijk een beetje de dupe van. Winterswijk kent 4 Natura 2000 gebieden, dus de hele gemeente Winterswijk die heeft eigenlijk de zorg van wat er gaat gebeuren met de landbouw in Winterswijk. Nou, daar willen we ons toch een beetje tegen wapenen, zoals je hier ziet. Kijk, lokaal via het WCL, daar zit de politiek ook bij. Die zien wel dat we in die 25 jaar dat we nog samenwerken, dat we een geweldig resultaat geboekt hebben. Maar landelijk beleid, wat de provincie opgelegd krijgt en dat doorvertaal het gebied, daar zit nog wel eens een wrijving, hè? Er zit een heel deel in wat thuis hoort bij het Rijk. Als het over regels gaat, als het over financiering gaat, over vergunningen en het aansturen daarop, dan zijn provincies ook aan zet. Daarvoor komt die gebiedsgerichte aanpak ook, wat ook in de Kamerbrief stond. De commissie Remkes ook had geadviseerd. En uiteindelijk komen ook gemeenten aan bod, want het bestemmingsplan zegt ook nog wat je met grond mag. In Gelderland kijken wij niet naar één sector als het gaat over veroorzakers van. Dat doen we met z'n allen. En allemaal staan we aan de lat om daar ook een bijdrage aan te leveren. Niet alleen de agrarische sector. En we gaan geen wild west doen in het opkopen van bedrijven door wie of wat dan ook om maar te kunnen salderen. Dat is echt niet aan de orde. Dat willen we dus ook tegengaan. Ik hoop dat in ieder geval de signaal van vandaag een voorbode is, ook naar Den Haag toe. Dat ze weten dat de boeren niet stil blijven staan en dat ze verder gaan. En ik hoor van harte dat er eigenlijk in andere gebieden van Nederland precies hetzelfde wordt opgepakt. En dat we toch eens even een keer duidelijk laten merken dat de boeren er nog steeds zijn. En dat wij ook een bestaansrecht willen hebben hier in Nederland. Wat ik bang voor ben is dat de landbouw en de natuur dat die weer tegenover elkaar komen te staan. Want daar is niemand bij gebaat. We moeten juist samen optrekken, samen naar oplossingen zoeken. En waar nodig gewoon lobbyen richting Den Haag en Brussel om te zeggen, hey, deze regelgeving die zit gewoon ons in de weg. Want we moeten echt elkaar de hand geven en samen zorgen dat dit landschap en de natuur erbij en de boeren gewoon bewaard blijven en door kunnen gaan. Ik denk dat ook dit ook een heel verbindend gebeuren kan zijn. Hè? Dat je dus en LTO en wat van ook voor groepering bij elkaar kunt brengen. Maar je hebt toch maar één gezamenlijk doel. Dat is de leefbaarheid om het platteland in stand te houden. En de veehouders die met de trekkers op pad gaan. Nou, dat geeft eigenlijk al een gigantische morale afsteker eigenlijk. En dat is denk ik wel dat wij de laatste jaren als veehouders wel heel erg gemist hebben. Als mensen gewoon met de duimen omhoog en positieve gebaren naar de boeren maken. Nou, dat is gewoon heerlijk om een keer meer te maken, denk ik. En ook een drijfveer voor jezelf om gewoon verder te gaan met je bedrijf waar je mee bezig bent. Ik denk niet dat de zorg is weggenomen. Dat kan helemaal niet zomaar in één keer. Ik denk dat wel helder is in elk geval hoe wij daarin staan. Waar de focus op ligt. Namelijk boeren die door willen. Boeren die willen innoveren. Dat is in elk geval vanmorgen gezegd. Maar dan is het ook gewoon de agrarische sector die al heel lang alles voor de kiezer krijgt. En ik heb ook gezegd, ik begrijp dat jullie dan denken, eerst maar even zien en dan geloven. Dat snap ik ook. Dat kan ook niet anders. Maar ik hoop dat we daar wel een belangrijke stap in hebben gezet. Het huidige beleid hier in Nederland wordt heel veel met aannames gewerkt. Wordt denk ik in de landelijke pers wordt eigenlijk niet rekening mee gehouden dat de boeren eigenlijk de meeste stikstof ook weer opnemen. Dus dat wij eigenlijk al onze eigen kringloop hebben. En dat moet denk ik nog veel meer in de pers gaan komen. Dat wij eigenlijk niet de vervuilers zijn. Want zo worden wij op dit moment wel een beetje betiteld. Maar dat wij eigenlijk misschien wel als sector al een gesloten kringloop hebben. We hadden een provincie 100 jaar geleden met natuur en landbouw. We hebben een provincie met natuur en landbouw. En we willen over 100 jaar ook nog een provincie met gezonde natuur en gezonde landbouw. Dat zorg geeft, dat snap ik. Dat is ook nog terecht.